goed is, zitten hier vier prachtige canvassen in. En ik dacht dat het wel een mooi moment was om even te laten zien wat die precies inhouden. Ik ben hier echt trots op. Ik vind het echt gaaf. Ik zal even van dichterbij laten zien wat dat er precies allemaal bij zit. Nou, je krijgt natuurlijk dus een canvas, super mooi gespannen op 4 centimeter dikke lijst. Dat is echt hout. Dit gaat gegarandeerd jaren mee. Dit is geweldig spul. Je krijgt er bij mij altijd bevestigingsmateriaal bij. Dat hangt aan de binnenzijde. Er zitten 2 zakjes in. In het eerste zakje zitten spanners voor de lijst. Die hoor je zometeen als je de lijst hebt ontvangen. In de hoeken te zetten, dan kun je met een hamertje kun je die wat aantikken, zodat de lijst nog strakker komt te staan. In het begin is dat niet nodig. Hij staat strak, hij is heel mooi opgespannen. Er zit ook een hele mooie vouw op de hoek. Dat doen ze echt keurig. Maar in de loop van de jaren wil die misschien wel eens wat gaan hangen. En dan is het fijn dat deze spanners erin zitten. Tik ze even een keer aan, kijk er een keer naar. Half minuutje werk en hij ziet er weer tip-top uit. Je krijgt er ook bevestigingsmateriaal bij, die gaan in de bovenste hoeken. Die zijn heel handig. Er zitten kussens bij. Ik heb een voorbeeld. Blijf aan de lijn. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Bij dit canvas zitten de spanners die zitten er al in. Bevestigingsmateriaal ook. Super makkelijk. Je slaat 2 spijkers in de muur of een schroefje of een haakje. En zorg dat die waterpas ten opzichte van elkaar hangen. En met deze bevestigingshoeken hangt die altijd goed. Echt een kwestie van zorgen, leg de waterpas erop, hang hem recht, blijft jou hangen. Het is 180 breed zoals het hier staat. Helemaal niet raar om aan de muur te hebben. Je kan het combineren, je kan ze boven elkaar hangen, diagonaal. Er zou natuurlijk ook nog een heel groot canvas tussen kunnen. Zo, nou, je krijgt het idee, deze foto die hoort er natuurlijk niet tussen. En zo zijn er nog veel meer variaties. Kijk voor wat inspiratie gerust nog even op de link, die zet ik onder deze video. En dan ga ik nu snel deze foto's wegbrengen. Morgen is het moederdag en dan zijn ze nog precies op tijd binnen. Dank jullie wel. Doei!